Ja, laten we ons licht eens even opsteken in Salvador bij Tom Egbers. Want het draait allemaal om Oranje. Hier is naartoe geleefd maandenlang en de afgelopen weken een pittige voorbereiding. Tom, goedemiddag. Is Oranje er klaar voor? Jeroen. Natuurlijk, zeg ik dan volmondig. Nou, het is te hopen van wel, want we zijn op 7 mei begonnen. Dat lijkt een eeuwigheid geleden met de voorbereiding van het Nederlands elftal. De heren zijn in Portugal geweest, ze zijn in Hoenderloo geweest, ze zijn in Zandpoort geweest, in Alkmaar geweest, in Rotterdam geweest. 3 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Er is geëxperimenteerd, getest, er is van alles gedaan. En de spelers zeggen dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat zegt Louis van Gaal ook. En als je kijkt, ze zijn in ieder geval, die indruk maken ze de spelers bijzonder, om het modewoord maar te gebruiken, gefocust. Gisteren hadden ze dan de laatste training, de allerlaatste training in dit stadion, Fonsenova in Salvador. En toen was er een vraag van Bert Maelderink: is de voorbereiding nu klaar? Wat min of meer overeenkomt met jouw vraag. En toen zei Louis van Gaal: nou, we gaan nog even liniebesprekingen doen. Ron Jansen kan later ongetwijfeld uitleggen wat dat betekent. Liniebesprekingen en wat te doen bij hervattingen van nadode spelmomenten. En dan, ja, dan moeten de spelers vandaag een beetje ontspannen. Dat zal voor een aantal minder gelouterde spelers best moeilijk zijn die hun debuut op hun WK gaan maken. Maar het Nederlands elftal lijkt er klaar voor. Het stadion lijkt er ook helemaal klaar voor. Gisteren zagen we dat het veld een beetje droog was. Er wordt nu gewerkt. Kijk, dit is het. Hier zitten we straks met z'n 50.000en en de hele wereld zal meekijken. Er is bijzonder veel belangstelling voor de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Spanje. Omdat het natuurlijk ook een reprise is, zo wordt het dan gezien, van de WK-finale van 4 jaar geleden. De laatste voorbereidingen aan de grasmat worden ook gedaan. De lijnen zijn werkelijk met een passer. Heet dat zo? Een meetlat in elk geval getrokken, de kalklijnen. Dat gaat bijna ouderwets. Schitterend. Dit is een vak wat deze man doet. Het ziet er allemaal picobello uit. Om het stadion, in het stadion. Dus het Nederlands elftal lijkt er klaar voor. Dan is het de vraag, zijn de fans hier er ook klaar voor? En hoeveel zijn het er dan? Er zijn ongeveer 5000 Nederlanders. Althans, Nederlandse fans. Want ik heb ook gezien dat er Amerikanen, Ron Jans had het over Amerikanen, in ons hotel logeren. Die allemaal met een oranje shirtje liepen met Snijder daarop. Dus daar leeft het wel degelijk rond. 5000 Nederlanders die zich overdag hier, dit beeld is van een paar minuten geleden, in het oude centrum van Salvador, oude Portugese stad eigenlijk, kolonistenstad, buitengewoon goed vermaken. Tot nu toe niet veel vervelende dingen gebeurd, godzijdank. Gisteravond wel een aantal berovingen geweest, want op een groot plein werd dan daar gekeken, ook door Nederlandse fans, alle Nederlandse fans, naar die wedstrijd tussen Brazilië en Kroatië. Mensen zaten heel dicht op elkaar en daar was dan wel een aantal gevallen van zakken rollen. Maar nu ziet het er allemaal ontzettend vrolijk en Braziliaans en bijzonder sfeervol uit. Ja, Tom, we zien ook lachende gezichten bij de Brazilianen. Die zijn natuurlijk gelukzalig wakker geworden, neem ik aan, na de eerste zege van hun ploeg. Ja, gelukzalig is wel het woord. En ook een beetje opgelucht. Want de hele wereld heeft gisteren ook naar die wedstrijd gekeken. En laten we zeggen, de rest van de wereld, iedereen buiten Brazilië, had toch de indruk, om het mild uit te drukken, dat de Kroaten licht bestolen werden. Hè? Laten we het dan zo samenvatten. En zelfs de Braziliaanse kranten, die alleen maar Hosanna en Halleluja en wat al niet roepen. Zelfs de Braziliaanse media melden dat ze met deze Aziatische scheidsrechter wel een vriend van Brazilië hadden getrokken. In ieder geval niet te klagen hadden. Maar nog even over de Braziliaanse pers en over de berichtgeving van het voetbal in dit land. Wij kwamen gisteren na onze berichtgeving in dit stadion, zeg een uur nadat de wedstrijd was afgelopen van Brazilië-Kroatië, in ons hotel aan. En toen stond er een monitor aan in de lobby. En daar sprak de collega van Ron Jans, Felipe Scolari. Die deed het woord tegenover de internationale wereldpers. We gingen even opfrissen, moesten even wat eten. We kwamen een uur later terug in de lobby. En toen was die man nog steeds aan het woord. Hij is een soort, met permissie gesproken, reserve-Jezus voor dit land, Felipe Scolari. Hij moet het land opnieuw naar de wereldtitel leiden. Ze zijn opgelucht, de Brazilianen, en ze zijn zielsgelukkig met de overwinning van gisteren. Maar goed, wij gaan ons nu natuurlijk vooral concentreren op de wedstrijd die over 3,5 uur gaat beginnen in dit stadion. En dan beginnen we een uur van tevoren met de voorbeschouwing daarop vanuit dit stadion, Jeroen.